Ook dit jaar kunnen de boeren in de Wieringermeer het bij de oogst niet stellen zonder de hulp van jongelui uit de steden. 60 buitenlandse jongens- en meisjesstudenten, onder wie zelfs 20 Amerikaanse, werken hier zij aan zij met meer dan 1000 Nederlandse scholieren. De Nederlandse jeugdgemeenschap, die de oogsthulp organiseert in samenwerking met het departement van landbouw, wil hierdoor niet alleen de oogst naar de stad, maar tevens de jeugd naar het land brengen. Als het werk van de dag er weer op zit, keren studenten en schooljeugd terug naar de kampen die voor hen bij de boerderijen zijn ingericht. De jongens zoeken afkoeling in het open water, de meisjes vinden die in de tobbe. En als dat niet helpt, is er nog wel een straffermiddel. De oogsthulp is een van de weinige overblijfselen uit de oorlogstijd waar we nog plezier aan beleven.